Hey iedereen, welkom. Het is hier terug, Tom's Retro Corner, TRC underscore live. En deze episode is een beetje anders dan de andere episode. Dit gaat een hele korte episode zijn. Gewoon omdat ik even een glitch wil uitleggen. Dus de glitch gaat erover om items te dupliceren in-game. Wat bijvoorbeeld handig is met rare candies, want rare candies laat u bijvoorbeeld, hoe moet ik het zeggen, uw level constant omhoog halen en zo per rare candy dat je hebt. Je kunt ook pokeballs dupliceren, je kunt max revives doen, je kunt elk item in de game zoveel mogelijk als je wilt doen eigenlijk. En de glitch begint eigenlijk in Viridian City. We zijn nu in Viridian City en het eerste part van de glitch dat we moeten doen is met deze man praten. Ah, I've had my coffee, now I feel great. Sure, I can go through. Are you in a hurry? Yes. Time is money, go along then. Of moest ik nee zeggen? I see you're using a Pokédex. When you catch a Pokémon, Pokédex is automatically updated. What, don't you know how to catch Pokémon? I'll show you how then. Dus nu gaat die man eigenlijk uitleggen hoe dat je een Pokémon moet vangen. Vraag mij niet hoe dat deze glitch werkt. Ik heb hier echt geen idee van hoe dat het zelf kan werken. Maar alles begint bij deze man dat een Pokémon vangt. Voilà. Dus die man heeft nu een Weedle gecatcht. Hij liet ons eigenlijk basically zien hoe dat je een Pokémon moet catchen. Dat was part 1 van de glitch. Part 2 is vliegen naar Cinnabar Island. En het enige wat je dan eigenlijk moet doen is het item dat je wilt kopiëren. In mijn geval nu Rare Candies op de zesde plaats zetten. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Op de zesde plaats staat Rare Candies. Ik dacht altijd dat het de zevende plaats was, maar het is blijkbaar de zesde. Dus het enige wat je dan nog moet doen is op dit randje gaan surfen. Van, ik weet niet hoe, ik zeg het, ik weet niet hoe dat het werkt. Maar je moet op dit randje blijven surfen. Totdat je een hele rare Pokémon zult tegenkomen. Jullie zullen wel zien als zij er komt. Voilà. Vraag mij niet hoe dat het gebeurt. Maar het gebeurt zo. Dit is mijn signal. En het enige wat je met mijn signal moet doen is die verslagen. Je krijgt daar ook 0 XP van ofzo. Maar, als je nu naar je item gaat kijken, ziet je dat er zo... ziet je hier dat er zo een tekentje staat. Zie je? Dus eigenlijk kun je nu gewoon dit blijven abusen. Je kunt dit blijven abusen zolang dat je wilt. Zoals je ziet, ik zal eens even een paar levels doen, want je zag dat er 9 op kwam. Maar het is niet 9. Het is veel meer. En dat ga ik jullie direct laten zien. We hebben er nu nog 3 zo gezegd. We hebben er nu nog 2. 1. En dan 0. 0 wat niet kan eigenlijk. En dan begint het terug op 9. Dus het blijft echt gewoon maar gaan, de glitch. Je kunt blijven levelen nu. Je kunt, ja... Eigenlijk is het spel een beetje gedaan nu. Omdat je, als je die glitch gebruikt, al je Pokémon zijn direct level 100 en zo. En als je dat nu nog in gym gaat doen, of je gaat de Pokémon League doen, dat is vrij easy. Hetgeen waar dat we die glitch wel voor gaan gebruiken, is de Master Ball gaan we nog doen. Waarom wil ik de Master Ball glitch doen? Eigenlijk gewoon puur om het feit dat je dan zoveel mogelijk masterballs hebt en elke Pokémon met 1 Pokéball, alleen met 1 masterbal eigenlijk kunt vangen. Er zijn 4 Pokémon waarvoor dat ik dat wil gebruiken. Je hebt Zapdos, een legendary bird. Je hebt Moltres, een legendary bird. En je hebt Articuno, dat is ook een legendary bird. Dat zijn de legendarische Pokémon. Daarvoor wil ik een masterbal hebben. En nog 1 laatste masterbal voor Mewtwo te kunnen catchen. Maar dat zal in een andere episode zijn. Ik wou jullie gewoon even de Missing No glitch uitleggen. Hoe dat het werkt, hoe dat het
een beetje in zijn gang gaat en zo. En dat was eigenlijk alles. Ik dank jullie allemaal om te kijken. En ik zie jullie graag in de volgende episode. Een goeiedag. Yo!